een spotlight item van deze maand, Peter Hellebrand. Peter beoefent de schietsport en is één van de Nederlandse Olympiërs die ons land deze zomer vertegenwoordigt in Londen. Op het onderdeel luchtgeweerschieten. Wij spraken met hem af en kwamen erachter hoe deze sport nou precies werkt en wat zijn kansen op de Olympische Spelen zijn. Ik kom uit de drie onderdelen, allemaal schietsport. Luchtgeweerschieten is op 10 meter en indoor. En kleinkalibergeweer, twee onderdelen, dus liggend en drie houdingen, dus liggend, staande, knielend. En dat is op 50 meter en buiten. En de Olympische Spelen zelf, want ik zie je nou hier in een heel pak staan. Het lijkt me heel warm met deze temperaturen. Hoe gaat zo'n wedstrijd in zijn werk? Ja, het is eigenlijk mijn speerpunt waar ik hem op geplaatst heb, is luchtgeweer, dus binnen. Dan moet je voorstellen, dan heb je een uur en drie kwartier de tijd om 60 schoten te doen. Dat is best lang, zeker met zo'n zwaar geweer. Het wapen is ongeveer 5,5 kilo zwaar. Je begint dan, je doet een aantal proefschoten om je versiering af te stellen. En dan zeg je van nu start ik mijn wedstrijd, druk je op de knop, want het gaat tegenwoordig allemaal elektronisch. En dan doe je 60 schoten. Uiteindelijk rolt daar een lijst uit op scoren. En dan de eerste 8 daarvan, die gaan naar de finale. Waar je nog eens een keer 10 schoten doet. Wat nauwkeuriger beoordeeld op 10 dus. En dat wordt erbij opgeteld. En daar rollen dan nummer 1, 2 en 3 uit. En als ik dan kijk naar je kansen. Die zijn best goed. Mogen wij al stiekem een medaille hopen? Nou, hopen mag altijd. Dat doet het natuurlijk ook. Nee, reëel ja. De test-event was een World Cup in Londen op de Olympische banen met de Olympische deelnemers. Daar werd ik vierde. Dus dat met een paar tienden op de nummer 3. Dus dat geeft wel aan dat ik het technische niveau heb om een medaille te pakken. En dan zit ik al zo stiekem te denken. Weer terug naar Parkstad. En dan de huldiging. Ja, tuurlijk. Ja, dat zou geweldig zijn. Ja,